Jezelf onderdompelen in technische innovaties tijdens een route door het Evaluon. Vanaf volgend jaar moet het weer kunnen. Het nieuwe Future Lab voor Technologie en Design is weer een stap dichterbij gekomen. Na het Rijk en de provincie trekt nu ook de gemeente Eindhoven de portemonnee voor het Future Lab. De initiatiefnemer is designer Koert van Mensvoort. Nou, het Evaluon-gevoel is dat je ergens binnenkomt, dat je verwonderd raakt en ook dat je denkt, wat gaat de toekomst ons allemaal brengen? En dat je bijna niet kunt wachten om onderdeel te zijn van die toekomst. Het Evaluon, een ontmoetingscentrum waar de moderne mens een inzicht kan krijgen in de invloed van de techniek op het leven van morgen, werd door Prins Bernhard elektronisch geopend. Vanaf de bouw van het Evaluon in 1966 tot het einde in 1998 gebruikte Philips het futuristische gebouw ook al om innovaties te laten zien aan een groot publiek. Want Philips had immers in 1997 laten weten van het Evaluon en het omliggende terrein af te willen ten gunste van een nieuw zakencentrum op deze plek. Dat gevoel van toen moet nu weer een beetje terugkeren, hoopt de gemeente. En dat gaat dat gevoel, dat oude Evaluon-gevoel, dat van dat ontdekken van die nieuwe wereld waar technologie en design samenkomt, dat ga je ervaren of je nou kind bent in Eindhoven of dat je als toerist in Eindhoven komt of dat je al heel wat jaren hier in Eindhoven al woont. Dat kan je allemaal gaan ontdekken in het Evaluon. Eindhoven trekt de portemonnee om het nieuwe design- en technologiecentrum mogelijk te maken. In elk geval 4 jaar lang €500.000 per jaar. Ook het Rijk en de provincie betalen mee. Daarnaast heeft Next Nature Network de mogelijkheid ook om over 1/2 jaar een aanvraag te doen, ook bij Brainport, voor gelden die wij hebben vanuit het Rijk in het kader van versterking van onze regio. Maar verwacht niet dat het een kopie wordt van het oude Evaluon. Het wordt veel futuristischer. Niet een demonstratie van wat er over een paar jaar technisch mogelijk wordt, maar een blik op de verre, verre toekomst. Vanaf volgend jaar wordt het al virtueel zichtbaar gemaakt. Niet 10 of 100 of 1000 jaar vooruit, maar nog veel verder, echt miljoenen jaren vooruit, tot aan het moment voorbij dat de zon is opgebrand. Ja, en dan zie je al die dingen die er nog met de mensheid en de aarde kunnen gebeuren. Daar praten we over met wetenschappers en een aantal kunstenaars maken we samen die VR-tijdmachine die we als eerste gebaar aan het publiek laten zien.